bedje ook nog onder gescheten. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Zo. Ja. Ik stond net op de tramhalte. Oh. Ja. Ja. En er zit een bankje naast mij zitten twee pedofielen. Hé. Hey. Ja. Komt er een meisje van zes voorbij lopen, zegt die ene pedofiel tegen die andere. Dat was me vroeger een stuk, man. Jos, Jos, Jos. Hoe kom je dit op, ja? Zo. Je hebt de bammetjes. Ja, eens even kijken. Hey, kaas. Kaas. Ach. Kaas. Nou. Zo. Is weer allemaal kaas. Nou. Zeker in aanbieding. Nou, ik heb het vandaag wel bekeken. Ik zag vanochtend kwam ik er langs. Heb je hier die nieuwe snackbar, weet je? Hier beneden op de hoek. Rob's Runderhoek. Ja, ja, daar kun je voor, hebben ze nu een aanbieding. Stond in een etalage. Een half pond rundvlees. Dan krijg je het vierde bakje koffie gratis erbij. Zo! Dus deze jongen weet wel waar hij vandaag gaat lunchen. En dit hele trommeltje, met zoveel liefde waarschijnlijk 's ochtends bereid en gesmeerd, gaat in zijn geheel afscheid van ons nemen. Nee! Toedeledokie! Zo! Jezus, zo! Jij durft, zeg. Ja. Oh, oh, zo. Oh. Ik kreeg vanochtend nog een mailtje. Oh. Ja. Met de foto van de auto. Oh. Dus van de Pontiac. Oh, de Pontiac. Ze hebben hem nu helemaal, ja. Roestbruin. Hij ziet er aan de buitenkant uit alsof hij net uit de fabriek komt. Ze gaan nu helemaal uitlijnen en tunen en nog de binnenkant nog helemaal glad trekken, alle bekleding. Oh, ja. Punt gave auto. Zo. Nou. Ja, er zit heel wat geld in. Oh. Zeg Edgar, ik dacht misschien vind jij dat wel eens een keer leuk. Heb ik net onlangs uitgevonden. Je hebt nou een nieuwe site, Amerikaanse site, in Las Vegas gebaseerd. Moet je maar even intikken. World of Stiftcraft. Dat is virtual stifting. Moet je maar even op je dingen. Daar kun je dus met een aantal spelers online spelen. Zie je? Heb je? Ja. World of Stiftcraft. Zie je? Kijk, zie je? Kijk, ze zitten allemaal zo om een tafeltje heen. Zie je een paar Koreanen? Ja, nou, wat allemaal die. Kijk, die rechter Koreaan, dat ben ik. Hé, hey, Storm. Goedemorgen, Storm. Goedemorgen deze morgen. Hé, hey, Storm. Er zitten twee oude mannetjes op een bankje. Komt er een vrouw voorbij lopen. Zegt die ene tegen die andere. Die was vroeger best een mooie vrouw. Hij stapt er weer in, hè. Oh. Sommigen die snappen het, maar anderen die snappen het ook echt helemaal niet. Nee. Geef niks hoor, Storm. Stiftcraft, ja. World of Stiftcraft. Ja, kijk. Ja. Kijk, nou moet je opletten. Kijk, je hebt het nu hier zo, heb je het voor je, hè? Met je tafel. Ja. Het is eigenlijk heel simpel. Kijk, zie je links, zie je al die zwarte boxjes? Waar Jack boven staat. Ja. Zie je? Ja. Nou, die moet je dus uiteindelijk allemaal in die boxjes zien te krijgen, snap je? Hier rechts zie je, als je Ctrl-Shift drukt, heb je de virtuele elleboog op de tafel. En waar je nou even goed op moet letten, want zie je nu is er dus gespeeld, is dat je altijd begint, kijk, je weet nog steeds, je weet nog van... Je moet even Jos. Ja? Hier, ik geef hem even die Koreanen. Hier. Ja, zie je? Hier, het zijn 8 Koreaantjes, die kijk je nu nog heel vriendelijk aan, hè? Moet je kijken, dat zijn je medespelers. Dan moet je zorgen, dat is Wun Ching, en dat is een felle, die moet je in de gaten houden. Dus op tijd dus intikken. Okay. Dus nou, ja. Nou kijk, het belangrijkste is gewoon, ja, dat weet je nog wel van destijds. Aas is boer als je terug wil nemen op de 3. 3 zijn altijd 2'en en de 4 is dat. Wat je moet doen, wat je nu goed moet weten, is dat je voor een 2 de Ctrl-Shift hekje sluiten moet doen. Ja, maar wacht even. En een 2 is geen 2, hè? Is geen 2, nee, dat moet je even zien. Altijd beginnen, eerst een F3 nemen als je 3 azen in een redneck achter elkaar wil leggen. Ja?
En hier heb je een dubbele beefheart, heb je op de F8. Op de F8 is een dubbele beefheart. F8? Ja, dat zijn twee azen die geen azen zijn, maar boeren op koning, op vrouw. Ja. Wat je eigenlijk het eerste moet doen, Edgar, als je het bij de hand hebt, is even je creditcardnummer. Heb je een creditcardnummer bij de hand? Ja, natuurlijk. Dit heb ik hier. Zo, ja, kijk, er staat er nu onder jou, staat het dinges. Even bevestigen, even de code erin. Kijk, die Koreaan die zit al te laag om je. Ja, kijk er maar uit. Het voordeel wat je nu hebt, is dat je een nieuwe speler bent. Hè? Ze kennen jou nog niet. Dus, zet wat in, 100, 250, wat je wilt. 1500, alsjeblieft. Eerste keer gaat bijna altijd goed, want, omdat je een nieuweling bent. Goed, let op, jij gaat nu spelen. Zet gewoon 4 boer, aas, terugnemen op de 6. Je zet hem van de beefheart. Haal je hem terug naar de rattlesnake. En dan zet je hem hier, jack in the box, virtual, huppelepup, met de elleboog op tafel. Op de control shift drukken en terugnemen. Dus probeer maar even. Nu, let op dat die Koreaan nu... Kijk uit. Die gaat nu eroverheen, Nu, Snel. Oh. Oh, man. Wat doe je nou? Verdubbelen, meteen verdubbelen. 5, 3000. 3000. Ja. Doorgaan. Door, stift. Roep nu. Doe. Nu. Shift. Hupskee, weg. 3000. Ja. Maar kijk, nou hebben ze ook je creditcardgegevens. Wat je nou, je had niet op die F7 moeten drukken. Nou, dat wordt een maandje overwerken, Ed. Ja. Dan gaat je 13e maand. Nou, wat we het beste kunnen doen is gewoon even nu het hele window closen. Het hele stiftcard window. Dan straks weer even terugkomen, opnieuw opstarten. Kijken we wel of dat creditcardnummer nog terug kunnen halen. En dan opnieuw verdubbelen, hè, natuurlijk. Ja. Is wel leuk, hè? Is wel spannend. Ja. Jij nog dingen, Edgar? Nou, ik ben eergisteren naar een musical geweest. Ach. Ja. En dat was heel erg leuk. Oh. Ja. Ging over een man. En die... maar die wist niet dat die andere man dat niet wist. Van hem. Dus... ja, dat wist hij niet. Ja. Dus hoe kan dat nou ineens? Weet je? Maar goed, dat was de basis. En dan, van de musical. Van de musical. En dan begint het natuurlijk. Oh, dan begint het. Je bedoelt eigenlijk zoiets. Het is voor mij een vraag, voor haar een weet. Wat zij vanochtend op mijn boterhamme deed. Maar zij denkt aan mijn BMI, of hoe dat heet. Dus doe de ineens weer vandaan. We hebben wel even plezier gehad. Ja, dit kan je wel zien, hè, Jos? Wat? Je zalf tussen je billen gedaan, man. Slink als een tijger, Jos. Als je even door gaat twisten, is dat wel nodig, toch? Ja, dat is wel waar. Twisting child, hè? Zo. Zo'n beetje die generatie, jaren 60, een beetje toch... die Californian Dream, hè? Oh. Van die beachboy-achtige jongens met van die grote torso's. Helemaal lekker ingeholen, met zo'n grote surfplank. Zo'n grote vallies. Die wijven met van die grote bikinis, die zwaaien aan de jongens. Ja. Die hebben alleen maar over elkaar een beetje in elkaar skontje zitten in die duimpan. Oh. Wat zegt die nou, jongens? Wees je dat Europa de grootste zangers heeft voortgebracht? Ach. Johnny Holiday is nog steeds een van de grootste van Frankrijk. Oh. Wie? Italië, er is een man. Die heeft helemaal niks nodig, jongen. 85 vijf aan één vinger. Oh. Oude kerel.
Zo. Nou. En dan heb ik het niet over Berlusconi. Oh. Ik dacht al. Sucro. Wat zeg je, Storm? Sucro. Doe je er dan twee schepjes in of één? Zo. Oh. Dat is dit, zeg. Die man die heeft een lid van 40-45. Sucro. Sucro.